Rina. Ik heb alles gehoord van Lucia en Hannon. Waarom vocht je eigenlijk met iemand die wereldkampioen kon worden? Maar ik ben wel helemaal opgelucht dat je helemaal niks mankeert. Dankjewel, maar verlies is verlies. Ik heb nagedacht. Ik dacht aan wat je eerder zei. Er zit me eigenlijk iets dwars. Wat is het dan? Het gaat over mijn toekomst. Je toekomst? Soms ben ik bang dat ik niet aan mijn vaders verwachtingen voldoe en dat ik letterlijk in zal storten van de druk. En als ik boks of motorrijd, heb ik het gevoel dat ik aan deze wereld kan ontsnappen. Masahiro? Rina, toen ik zei dat ik boksen en motorrijden als plezier behandelde, is dat omdat ik weet dat ik ze niet professioneel zou kunnen doen. Het staat al vast dat ik het bedrijf van mijn vader overneem. Maar ik had altijd het gevoel dat ik andere dingen wilde doen met mijn leven. Hoe dan ook, ik denk dat ik mijn eigen toekomst wel kan bepalen. Masahiro. Rina, het komt door jou. Door mij? Dankzij jou weet ik nu dat ik van mezelf probeerde te ontsnappen. Daarom... Als ik had gewonnen, had ik je willen zeggen... Me wat willen zeggen? Nee, het is niet. Ik heb toch verloren. Als ik de wedstrijd had gewonnen, had ik je verteld dat ik echt van je hou. Rina. Het voelt niet fijn. Niet waar?